Ilona, wat leuk. Oh, dankjewel. Oh, 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 wat een gekkigheid hier toch in Vlaardingen. Oh, hartstikke welkom. Nee, helemaal te gek. Ja, nee, zo kan het wel weer hoor. Oh. Hartelijk welkom, kijkers thuis en mensen hier in de zaal, in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Welkom bij de tweede aflevering van Dave on Stage on Tour. Het is misschien nog niet bekend, dan leg ik het u nog een keertje uit. Voorheen gingen wij altijd naar de artiesten toe, maar we dachten de groeten, je komt maar lekker naar ons toe. En ook publiek, en daarom staan wij hier in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Oh. Van het busje, hè? Nou, nu je er toch bent, haal even de eerste gast. Dames en heren, onze hoofdgast van vanavond. Hij lijkt op Frank Sinatra, maar dat is hem niet helemaal. Maar hij heet wel Frank in person. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Frank in person. Jongen, bedankt. We zien je straks terug. Gaan we nu over naar onze blauwe loper. U weet dat we amateurvereniging hebben zich opgegeven via de e-mail daveonstage.nl. Kunt u ook doen, hè, als u bij een vereniging zit en die denkt, dat wil ik ook wel, die blauwe loper. De blauwe loper van vanavond is voor de Funky Dance Groep uit Hoogvliet. Wow. Zo, dit is hem dan, de blauwe loper. Ik tel tot drie, we schoppen er tegenaan. Wil je nog lang lid blijven van de Funky Dance Factory? Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ja, zeker weten. 3, 2, 1. Heel veel plezier. Activate dance mode countdown. 5, 4, 3, 2, 1. From you never lie with another man in a bed. Tell them it's a nothing no go so. And you never sex a girl when she and a cold red. Tell them it's a nothing no go so. And you never feel a shoulder muscle with your third leg. Tell them it's a nothing no go so. No girl never kiss him after she don't give you head. Tell them it's a nothing no go so. Well in a bed with man and woman should have hung and caress. To fire upon the people where they with the same sex. De Funky Dance Factory staat nu op te treden op het podium, maar vanmiddag kwamen ze natuurlijk ook backstage aan hier in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Nou, en toen ging het er zo aan toe. Hey! Funky Dance Factory, ja, leg eerst maar die naam even uit. Die naam dat is ontstaan, gewoon heb ik in één keer verzonnen vanwege met mijn moeder samen. En het beviel wel. Dus, en omdat wij komen van het line dansen. En wij doen echt alleen maar de mengeling van country line dance en street dance. Maar is het dan dat line dance, weet je, wat je wel eens op televisie ziet met die vrouwen met die iets te strakke spijkerbroeken met zo'n helm en dan die hand op die jongen, die hand op die gulp? Ja, dat denken heel veel mensen, ja. Maar dat is helemaal niet zo. Het is eigenlijk ook een mengeling van street dance, dus er komen ook wat meer beweging, ook met lichaam, komen armbewegingen aan te pas. Het is makkelijker dan street dance en moeilijker dan het country line dance. En heel veel mensen denken tegenwoordig dat country line dance ook hi-ha en handen aan de bukkel is, maar dat is op wedstrijdniveau helemaal niet meer zo. I believe that we will be in love eternally. Well, as far as I can see, you will always be the one for me. Oh, you show me. Is het leuk bij de Funky Dance Factory? Het is gezellig, heerlijk. Gewoon leuk, lekker dansen. Elke avond. Nou, Paula. Ja?
waarom jij bij de Funky Dance Factory? Waarom ik bij de Funky Dance Factory? Ja. Nou, ik danste al heel erg lang. Eerst op Majorette dus. En daarna heb ik wel line dance gedaan in Hellevoetsluis. Ja, maar op een gegeven moment werd dat daar een beetje minder. Toen ben ik bij daar niet terechtgekomen. Die dansgroepen, ja, die zitten te schreeuwen om jongens. Hoe komt het toch dat jongens, ja, zich niet aanmelden, zich niet opgeven? Nou, ik denk dat met het normale streetdance en breakdance dat het ja, best wel veel jongens zijn. Maar ja, ik denk dat de meeste jongens bij het linedance echt zeggen, net zoals Daniel zei, een hand op de bukkel en ja en zo. Ja, dat is gewoon eigenlijk een verkeerd beeld dat mensen hebben, zeker met de funky dansen. Dus ik denk dat dat de hoofdoorzaak is, dat er weinig jongens zijn. En ze zoeken nog jongens. Dus als je nou thuis op de bank zit te kijken, je denkt, daar kan ik ook bij. Davonstage.nl kan je alle informatie teruglezen. Nou, we staan dus in Vlaardingen. Hartstikke leuk. Laten we ook horen. Hè? Ja. Het is vrijdagavond. Morgen hebben jullie het Uitfestival. Is dat bekend bij jullie? Nee? Dan heb ik hier iemand die er alles over weet, namelijk Renske Verbeek. Kom erbij. Geef er een applaus, dat hoort, vind ik wel. Ja, dat hoort. Afgelopen zondag was in Rotterdam de Eruitmarkt. Vlaardingen komt aanstaande zaterdag, morgen dus. Ja, laten we met de deur in huis vallen. Wat staat er allemaal op het programma? Ja, eigenlijk te veel om op te noemen. Want we beginnen om 12 uur. Toch moet je het doen. Nou, ik weet het allemaal uit mijn hoofd hoor. We gaan om 12 uur beginnen. En dan wordt eerst spectaculair geopend. En daarna komt Kim Hoor weg. En zij is een hele jonge jazz-sensatie. De nieuwste sensatie in Nederland. En zij opent het festival. En eigenlijk vanaf dan barst het feest los. Van iedere 20 minuten zijn er allerlei voorproefjes van artiesten. Zowel professioneel, maar ook Vlaardingse verenigingen die zichzelf presenteren. Maar er is een kinderpopconcert met Kikker en Dolfje Weerwolfje. We hebben... Ken je niet? Nee. Fantastisch. Ik zit niet in de kinderen. Oh nee, oké. Maar goed, dat is echt een mooi, gezellig concert. En verder hebben we muziektheater. We hebben... veel dansende dingen. Dus we hebben bijvoorbeeld Alderliefste, waar eigenlijk dat hele plein gordijnen. En we hebben Carola Smit, de voormalig zangeres van BZN. En het laatste uur wordt gevuld met de Deep River Quartet en met Ellen ten Damme. Kijk eens aan, je zegt plein, het is niet in de Stadsgehoorzaal, het is dus morgen ergens anders. Nee, het is echt in het centrum van Vlaardingen. En we hebben het Veerplein, daar staan alle professionele artiesten. En we hebben de Franse Straat en de Waalstraat en de Kuiperstraat. En daar presenteren alle verenigingen zich. Fantastisch. Ja. Ik zou zeggen, nog één keer op die camera. Hoe laat morgen en waar? Morgen allemaal 12 uur Veerplein Vlaardingen, het gezelligste feestje van het jaar. Nou, ik zou zeggen, we gaan er naartoe. Renske, bedankt. Ik weet niet of je vorige week heeft gekeken, maar we hebben een nieuw onderdeel in Dave on Stage. Namelijk de solo-artiest. En toen wij aan het bedenken waren, wie zullen we dan uitnodigen? Een aantal mensen hadden zichzelf al opgegeven. Dacht ik ineens aan mijn oude buurmeisje. Ik heb ooit gewoond in Nieuwekerk aan de IJssel. Ik ben er niet trots op. Het is niet zo mooi als Vlaardingen. Maar ik dacht, ja, de tweede avond. Hè? Celesta, kom erbij. Want je bent niet alleen, hè? Laat maar zien wat je allemaal hebt. Goedenavond. Ben je groot geworden?
Ja, hè? Oh, je bent alles erop en de rand. Het is allemaal goed gekomen. Alles stikke leuk. Eerst zingen, dan kletsen. Ja, is nou, goed. Ik zou zeggen, neem Vlaardingen mee. Waar gaan we naartoe? We gaan een klein beetje naar de Baja. Naar de Baja. Baja Beach Club. Hartstikke goed. Nummer daarvan. Nou. Dus, dan ga ik zingen. Take it away. Ja, dames en heren, Celesta. Gast van vanavond, Frank in person. Zet hem op, hè. Very nice. A little small kind of song. It's 3:15. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I got a little story I think you should know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby and one more for the road. I know the routine, just put another nickel
in that machine. I'm feeling kind of bad. Won't you make the music easy and sad? I could tell you a lot, but you gotta be true to your code. Make it one for my baby and one more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet, and I got a lot of things I'd like to say. And when I'm gloomy, please listen to me till it's all talked away. Well, that's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close. Thanks for the cheer. I hope you didn't mind my band in your ear. But this torch that I found, it's gotta be drowned, or it soon might explode. Make it one for my baby and one more for the road. That long, man, it's long, that long road. Hoe voelt dat nou, roken op het podium, terwijl hier mensen toch in de zaal zitten die daar... Nou, de kaartjes waren gratis ook, maakt het uit. Maar Frank of Frank, wat is het? Het is echt Frank, ja. En binnenkort sta jij ook in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Daar gaan we straks eens eventjes over praten wat dat dan precies is. Maar ik wil eerst eens van jou weten, hoe is het zo gekomen? Ja, ik ben een groot fan van All Blue Eyes. En ik zag hem optreden in tijden dat hij ook... optrad met Sammy Davis en Liza Minnelli. Ik ben nog naar een concert geweest ook van hem. Toen in Rotterdam, waar was jij erbij? Ik was in Amsterdam. Ik ben wel Rotterdammer, maar ik ging wel naar Amsterdam. De kaarten waren hier uitverkocht, ja, hoe? En ik zag dat zo en ik dacht, dat kan ik ook. Nee, zo ging het niet. Maar ik dacht inderdaad van, ik moet dat ook gaan doen. En toen heb ik dat jaren later tot me door laten dringen. En eigenlijk doe ik het nu nog maar heel kort. Het gaat goed. Jouw collega achter de piano, ik vind het altijd fijn dat iedereen op het podium even voorgesteld wordt. Ja, dit is mijn pianist, Erik Doelman, dames en heren. En hij is onderdeel van mijn orkest. Laten we eens gaan praten over wat je hier straks komt doen in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Wanneer sta je hier overigens? Om te beginnen wil ik dan echt een whisky. Dit is gewoon thee, hè? Het is echt waar. Terzijde eventjes, maar... 20 september, ja, het wordt een ode aan Sinatra, hoofdzakelijk. En ik heb nog een gastartiest, van wie ik de naam niet kan noemen. Je wilde even, hè? Voor mij wilde je het eventjes verklappen wie het is. Ik heb het beloofd niet te zeggen. Dus, en het is een ode aan de hele periode van jaren 50, 60... Het gaat tot en met My Way natuurlijk, dus dat is ook trouwens jaren 60 volgens mij. Het wordt geen toneelstuk, ik ga niet lopen acteren. Het wordt gewoon een liedjesprogramma met natuurlijk wel de nodige knipogen naar vroeger. En in welke bezetting? Nu alleen een pianist, maar straks hier als het alles maar opgetuigd is? Ja, dit gebeurt eigenlijk zelden dat ik optreed alleen met een pianist. Ik ga straks een nummer doen wat ik nog nooit heb gedaan met pianist zelf. Behalve bij de soundcheck net.
Het is, het is gewoon een voltallige big band. We staan hier met z'n veertienen, denk ik. En, dus dat is niet helemaal voltallig, maar het is voor dit podium redelijk gevuld dan. En dan met mij erbij, 15 gastartiest. Dus het is wel een drukke boel hier op het podium. Ja. Maar big band is gewoon top. En dat hoort erbij, hè? Big band rules, echt. Ik zou zeggen, hartstikke tof. Maar laat nou maar, het nummer horen wat je net eventjes snel gerepeteerd hebt samen. En heel veel plezier straks hier in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Top, bedankt. Of zoals ik meestal zeg, thank you very much. Frank in person. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and almost every highway. But more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. But more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up, then spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've left and cried, I had my fill, my share of losing. But now, when the tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I do it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up, then spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Volgende week vrijdagavond is Dave on Stage on Tour weer terug. En dan nemen we van tevoren op in Theater de Stoep in Spijkenissen. En u kunt de kassa bellen om bij die opnames aanwezig te zijn. Bedankt voor het kijken. Vlaardingen bedankt. En tot volgende week. I did it my